Brasserie Bijgaarden is gelegen in de groene rand rond Brussel. Zeer makkelijk bereikbaar via de ring. Brasserie Bijgaarden is ook een meeting point voor zowel zakenmensen als vrienden. De sfeer van het restaurant is in een zeer spontaan kader. We zijn ook 7/7 dagen open. Dit wil zeggen dat we op een breder publiek mikken met onze bistronomiekeuken. Seizoensgebonden, ongedwongen gerechten. We hebben ook een kasteelmenu. Dat is een driegangenmenu met een all-in formule. Aperitief, aangepaste wijnen en koffie en thee. Maar we hebben ook een dagelijks vers bereid lunchmenu. Zowel achterin als op de verdieping beschikken wij over meetingrooms. Dat zijn drie verschillende zalen van verschillende capaciteiten. Onze vergaderzalen op de verdieping zijn ook uitgerust met interactieve LED-schermen. Deze werden in samenwerking met onze partner DigiConsult geïnstalleerd en maken het vergaderen een pak aangenamer. Iedereen kent uiteraard de huidige problematiek van vergaderruimtes. Projectoren, slecht licht, bekabeling, niet de juiste bekabeling. Daarvoor hebben we juist gekozen voor interactieve touchscreens, waarbij wij al die kabels hebben weggewerkt met een uitstekende beeldkwaliteit en ook op een heel efficiënte manier en eenvoudige manier te kunnen gebruiken. Dus geen gedoe met kabeltjes, heel simpel en eenvoudig systeem om te projecteren en te connecteren. De uitdaging tussen DigiConsult en Brasserie Bijgaarden was ervoor te zorgen dat elk bedrijf op elk moment hier een vergadering kon inplannen zonder enige vorm van bekabeling of projectiemogelijkheden mee te brengen. Want als de klanten boven op een efficiënte en constructieve, eenvoudige manier kunnen vergaderen, zijn dat ook onze klanten voor de toekomst in ons restaurant. We spelen in op het businesspubliek door een tafel die we de 101-tafel noemen. Het is een tafel waar iedereen spontaan kan aanschuiven voor een networking-event of lunch.